ik heb nog nooit oliebollen gebakken. Het oliebollencijfer? Ja. Wat? Hallo, good morning. Kijk eens hoe ik word ontvangen hier vandaag beneden. Ah, heb jij dat gemaakt? Wat zit daarin? Slagroom met muisjes? Ja. We hadden toch al een broodje gegeten? Gaat En daar liggen appelbroodjes en bolletjes. Wat lief. Jola wil nog even de kerstfeeling hier in huis houden. Hallo, daar ben ik dan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben samen met Jotje. Hey. Hey. Onderweg naar Roos van de Happy Family. Dan gaan we oliebollen bakken. En dan gaan we dan ook meteen aan jullie laten zien hoe dat moet. Ja, voor degenen die dat misschien nog willen doen voor oud en nieuw. Misschien leuk. Ik heb echt onwijs slecht geslapen. Echt. We gingen pas veel te laat slapen. Rond half twee uur. En toen kon ik gewoon in eerste instantie al niet eens in slaap komen. En toen om 5:30 ging Bart ineens uit bed. Dat doet hij ook normaal nooit. Toen werd ik wakker. En toen denk ik dat ik pas weer rond 9:00 of zo in slaap viel. Dus toen heb ik nog een 30 minuten geslapen. En toen moest ik er weer uit. Dus ik voel me echt daarom dat ik pas nu vlog in de auto. Maar goed, we are under the way. Ja. Zo, daar zijn we dan. We gaan. Yo. Goedemorgen. Dat helpt niet, hè? Oh. Zoals je hoort, er zijn ook kinderen bij. Daar hebben we Morris en Luca. Hoi. Hey. Dit is de Happy Family. Ja, wow. Zijn wij. Dus nou, we gaan even alles klaarzetten. En dan gaan we een leuke video opnemen waarbij we oliebollen gaan bakken. Ik heb nog nooit oliebollen gebakken. Serieus, jullie wel? Weten jullie hoe het moet? En zo niet, dan gaan jullie het nu zien hoe het moet. Dat gaat Roos jullie allemaal leren. Nee, ik kan het ook niet. Jawel, want we gaan het doen. We gaan het doen, maar ik heb het nog nooit gedaan. Jezus, zijn we wit in jouw camera. Dit ligt dus niet aan mij. Nee, maar je hebt die instelling heel wit staan. Ja, het is gewoon een aantal maandjes. We gaan het maken met oliebollen Koopmans. Nou, dit erin. Dit kan het moeilijkste niet zijn. Oliebollen voor dummies, wat is volgens mij toch? Ja, maar daarom is het ook te pak. En nu ineens ga je dus weer een baby krijgen. Ja, na zo'n tijd. Nou, jij weet er alles van, toch? Ja, er zal wel jaren tussen zitten. Bij jou was het nog meer. Ja, weet je wat het rare is? Op de een of andere manier, als de baby geboren is, zit je helemaal direct weer. Dat vond ik heel erg in het ritme. Maar waar ik wel echt aan moest wennen, is dat je er gewoon niet meer spontaan even naar de winkel kan een boodschapje doen. Of ja? Moet mogen. Dat kun je denk ik nu wel weer met Jola. Ja, maar ik weet nog wel hoe erg ik dat toen vond. Dus ik ben er wel een beetje op voorbereid dat ik straks gewoon even de deur niet meer zo makkelijk uit kan. Maar dat is inderdaad wel het stukje waar ik het meeste tegenop zie. Ja, dat en ik weet dat die periode er weer aankomt. We moeten het nu 45 minuten reizen. We gaan afvallen, we gaan ons gewicht delen in de vlog. Dat vind ik echt super eng, maar ik ga het wel doen. Ja? Want wij willen gewoon echt heel graag kilo's kwijt. We willen fitter worden, dus we gaan sporten. Gezonder eten. En op zich eten we best wel gezond. Maar ja, bij ons zit het gewoon in de gezelligheid. Wijntjes drinken. Oh no! Met een wijntje komt er een snackje bij. En nou, je kent het gezellige leven. Ja. Tenminste, hè, van voor je zwangerschap. Nu zit het er voor jou natuurlijk niet in. Maar dus ja, we willen gewoon even drastisch er wat aan gaan doen. En dan gaan we iedere week gaan we dus delen hoeveel kilo we afgevallen zijn. Oh, dus je wilt er ook echt vaart achter zetten? Ja, we willen echt in, ja, in 10 weken of zo. Ja. Dat is afhankelijk, want ik heb nog niet op de weegschaal gestaan. Dat ga ik dus doen 2 januari en dan ga ik het ook in de vlog delen. Ik denk dat ik een 30 minuten niet op de weegschaal gestaan heb. Echt? Dus het is echt shocking. Geen idee. Ik heb geen idee. Nee. En dan ga ik een doel stellen. Yeah. En dan gaan we daar echt aan werken. Maar gewoon in 1 keer. Ja. Lekker! En Jola, keuren.
Wat is het cijfer? Het oliebollencijfer? Ja. Wat? Uiteraard zijn deze trouwens gemaakt met 0.0 bier. Echt heel lekker. Heerlijk. Oké, dit waren onze super lekkere... heerlijk. Oh, ik kwam helemaal niet door het woord. Het was super lekkere oliebollen. Toch, joh? Jo, lijkt het al heel erg druk mee. Nou, dan wil ik alvast eventjes voor Roos zeggen. Als jullie ook willen abonneren op haar kanaal, The Happy Family. En niet alleen haar kanaal, deze hele familie hier. Wat een gezelligheid. Gunnend en wel. Yes. En misschien ook volgen hoe jullie gaan afslanken. Ja, zou ik heel leuk vinden als jullie ons ook gaan volgen. Dus ik ga ook even linken naar jou toe, naar ons kanaal. En dan zie ik jou misschien ook op The Happy Family. Ja. Goed gemaakt? Oh, dit is een lekker zuivel, ik ook nog gegeten. Zeker zelf van maken. Zelf ja. Met liefde. Zijn er gewoon nog half warm, hè? Met liefde van maken. En van kant? Biergist. Biergist. Ja. Oh, ik ben helemaal dronken. Zonder alcohol. Helemaal dronken. Oh, geen alcohol. Ik ben trots op mezelf. Klopje voor mezelf. Want ik heb gewoon binnen een uur de vlog van vandaag, die dus voor jullie gisteren online is gekomen, geëdit. Want ik had eigenlijk verwacht dat het helemaal niet meer op tijd zou lukken vandaag. Dus ik dacht al van, dan zet ik wel gewoon een berichtje neer van het lukt niet meer vandaag. Maar gisteren waren we, zaten we gewoon lekker nog op de bank met vrienden en zo. En dan op tweede kerstdag had ik zoiets van, dan ga ik niet nog 's avonds laat zitten editen. Wat is het eten voor vandaag? Het eten voor vandaag. Het eten voor vandaag. Het eten voor vandaag is fresjes van het kersteten van gisteren, want we hebben superveel over. Ik ben nu vega vleesjes aan het maken. En we hebben nog wat ragout erbij en Bart heeft nog wat ander vlees over wat hij wel eet. En Jola gaat pastijtjes maken, geloof ik. Moet ik een tweede pak kopen? Nee, doe maar één pak. Dat is wel genoeg. Is dat het begin? Pastijtjes allebei pakken. Oh, Bart wil allebei pakken. Yes! Dank je, Bart. Als je joh, geef hem 5. High five. 5! Bam! Ja, bam! Yeah! Voilà! En voilà. Voilà. Hallo. Ik realiseerde in mijn ineens dat ik al een tijdje niet echt face-to-face tegen jullie heb gepraat. Want de vlogs waren de afgelopen 3 dagen, 4 dagen. Een beetje zo van, ik laat een beetje zien van kerst dit en ik laat een beetje zien van kerst dat. En niet echt vloggen als in tegen jullie praten. Ik had gisteren iets voorbij laten komen over dat ik veel had gegeten. En dat ik weer wat was aangekomen. En dan wordt er meteen weer gezegd natuurlijk van, waarom ben je altijd zoveel bezig met dat je aankomt of veel eet. Ja, dat was nou eenmaal wat ik gewoon even te zeggen had. En verder had ik eigenlijk niet zoveel te zeggen. Want het was kerst en ik had ook nog eens allemaal vrienden om me heen. Dus ik had gewoon niet zoveel om het eventjes over te hebben. En dat heb je natuurlijk wel eens met dat vlogmes, dat je elke dag moet vloggen en elke dag de volgende dag al iets online moet hebben staan. Dat het wel eens gewoon wat meer sfeerbeelden zijn en dan net dat ene dingetje wat je toevallig wel hebt opgenomen en zei, dat zit erin. Dus dat was dat. En dan nu eventjes de misschien iets leukere dingen die ik kan vertellen aan jullie. Of leukere dingen. Wat meer dingen die echt spelen. Ik ben vanaf vandaag... wel vandaag. Op de 28 weken. En dat betekent dat ik in het derde trimester zit van mijn zwangerschap. En dat vind ik super leuk en spannend. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat die laatste maanden. En dat ga ik natuurlijk allemaal weer met jullie delen in de zwangerschapsupdates. Dus die komen allemaal voorbij. Ook de echo die we komende vrijdag hebben. Om te kijken of de groei helemaal goed gaat. Die extra echo hadden we even nodig. Omdat mijn buik volgens de meting dus een beetje aan de kleine kant was. Dus dat gaan we dan vrijdag allemaal horen. Dat laat ik ook wel zien in de vlogs. Maar ik maak in de tussentijd deze week ook even een gehele zwangerschapsupdate. Die dan volgende week online komt. Omdat ik dat even te veel vond worden tussen het vlogmes door. Om dat echt te behandelen. Dus dat had ik nog niet gedaan. Dus dat ga ik vanaf morgen weer even een beetje
meenemen in mijn opnames. En dan zien jullie dat volgende week verschijnen. Dan heb ik even wat langer de tijd om dat te editen en zo. Dus dan weten jullie dat er nog aankomt na de vlogs. Nou, gewoon rustig blijven kijken. En als je niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker eventjes hier. Want dan blijf je gewoon op de hoogte met het notificatiebelletje. Dan blijf je helemaal op de hoogte van alle video's. Ook de extra video's die er weer vanaf januari aan gaan komen. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. En I see you tomorrow. Thank you.